Een van de haakjes die ik ook vaak gebruik, en die kun je in een klas natuurlijk niet doen, is bijvoorbeeld als ik vastloop, ga ik op bed liggen met een sleutelbos in mijn handen. Zo'n beetje rechtop en dan wacht ik dat ik zo langzamerhand wegzak. Net voordat ik in slaap val, dan ontspant mijn hand zich en dan valt die sleutelbos op de grond. En dan ben ik wakker. En dan kom je in een andere ruimte, geestelijk, dan dat je zegt, ja, ik moet morgen dat stukje inleveren. Want dat beperkt al zo je manier van kijken. Dus dan ben je een beetje dromerig, dat half associatief, als je net wakker wordt, heb je dan. En dan heb ik de foto er niet bij, dus dan denk ik eraan. En dan komen er weer heel veel andere dingen die beginnen boven te drijven, die je in het begin helemaal niet bedacht. En zo heb ik onder de douche staan en de wandeling. Nou, dat kun je allemaal in de klas niet doen. Maar door dingen te schakelen, dus dat je dus niet de hele tijd aan het beschrijven bent, maar ook zegt van, nou, maar wat voel je nou? Stel je nou dat je die jongen was? Of laten we met z'n allen even op de computer kijken naar Street View. Hoe ziet het er daaruit? Nou, vinden kinderen te gek natuurlijk, voordat je überhaupt die straat gevonden hebt. Want het is ook al, ja, er staat een nood bij, hè, bij die bijschriften van waar, ja, welke stad, maar niet waar die nou precies genomen is. Dus dan zie je ergens een winkel en dan zie je maar een paar halve letters van. Dan denk je, maar zou dat een modewinkel zijn die zo en zo heet? Dan tik je dat in, Istanbul, modewinkel. En dan zie je drie straten, dus dan moet je al die straten na. En je bent zo een paar uur verder.